Heb jij een fietsluiberend grenzeloos abonnement? Dan moet je opletten. Je hoeft niet meer te wachten op de updates. Je kan nu zelf het hele jaar door nieuwe fietsroutes downloaden. Om te beginnen sluiten we de muis via de USB eerst even aan. Ga vervolgens met de muis naar het tandwieltje rechtsbovenin. Klik in het menu voor de optie Downloaden. Om te kunnen downloaden hebben we een internetverbinding nodig. Als het systeem niet is aangesloten, krijg je een melding hiervan in de vorm van een logo met een rood kruis. Heb je hulp nodig met het aansluiten van het internet? Ook hiervoor hebben wij een behulpzame video. Nu je verbonden bent met het internet, kunnen we beginnen met downloaden. Je ziet dat alle landen hier op alfabetische volgorde staan. Per land zijn er 4 routes zichtbaar. Zijn er meer routes beschikbaar? Klik dan op meer. Ga met de muis naar de route die je op het oog hebt. Hiermee zie je de eigenschappen en kun je op downloaden klikken. De gekozen route gaat in de wachtrij met daarin een downloadbalk. Heb je per ongeluk een verkeerde route gedownload? Geen paniek. Je kan nog altijd op annuleren drukken. Het fietslabyrint kan je gewoon uitzetten. Zet je hem weer aan, dan gaat het downloaden weer verder. Je gedownloade routes vind je terug in het hoofdmenu. Heel veel fietsplezier!